Het Zeelandshospitaal heeft dit jaar als doel een unit op te zetten voor de intensieve zorg van pasgeborenen. Dit zijn medisch directeur Sunita Nannan Pandey. Vandaag tijdens de overhandiging van 2 patiëntmonitors bestemd voor pasgeborenen. De overhandiging vond vanmiddag plaats in de multifunctionele zaal van de ziekeninstelling. Op de unit voor intensieve zorg zullen pasgeborenen met verschillende kwalen geholpen kunnen worden. Nou, dat is dus het streven van het Zeelandshospitaal dit jaar. Dat wij ook als het ziekenhuis met de meeste geboortes zo'n unit kunnen hebben. Nou, en die unit die gaat gepaard met heel veel investeringen, high-tech equipment en goed opgeleide verpleging. En artsen natuurlijk. Dus dat zijn 3 onderdelen. Dit is 1 onderdeel van de equipment. Stichting Wit en Su, Tariq Sadiq, heeft ons benaderd en gezegd dat zij graag als stichting iets willen doen voor de kinderzorg. En na een beetje brainstormen zijn we erop uitgekomen, hey, Sans heeft dit streven en het zou goed uitkomen als wij aan 3 monitoren kunnen komen om alvast dat te hebben voor die unit. Nannan Pandey zegt verder dat het nu helemaal niet goed gaat met de zorg van pasgeborenen in Suriname. De nood is volgens de directeur en enkele kinderartsen die aanwezig waren bij de overhandiging heel hoog. Nannan Pandey zegt dat het nu een kwestie is van alle beetjes bij elkaar rapen om een geheel te vormen. Van alle donaties die ze krijgen vanuit het bedrijfsleven en andere organisaties. Zoals jullie weten heeft de kinderzorg, de kindervakgroep, heel hard aan de bel getrokken omdat het niet goed gaat met de zorg voor de kleintjes. En vanuit die noodkreet hebben zij heel veel hulp gehad van alle kanten. Dus eigenlijk past dit helemaal mooi binnen dat hele gebeuren. De medisch directeur van het Zeelandshospitaal, Sunita Nannan Pandey, geeft tenslotte aan dat er sprake zal zijn van een zeer moderne vleugel van het hospitaal waar topzorg geboden zal worden. Er is volgens haar genoeg goed opgeleid personeel aanwezig om de afdeling te kunnen bemensen. Momenteel is het Academisch Ziekenhuis de enige instelling die intensieve zorg aanbiedt aan pasgeborenen.